Het is kerst bij ons thuis. We tuigen de boom op en iedereen is blij. Wist ik maar een manier om te getuigen van Gods geschenk voor mij. Iets kleins waardoor vrienden die langskomen zullen verstaan dat het kindje dat destijds geboren werd eigenlijk kwam om aan het kruis te gaan. Een symbool van zijn doorboorde handen, van het bloed dat hij voor mij vergoot. Zal ik een spijker in de kerstboom hangen als teken van zijn dood? Uit liefde voor ons verdroeg hij geduldig de slagen, de wond in zijn zij. Maar als ik die eenvoudige spijker zie, weet ik, hij stierf voor mij. Het lijkt misschien vreemd om rond kerst aan spijkers en hout te denken, maar beide zijn gebruikt in Jezus' leven om ons iets geweldigs te schenken. Van voederbak tot de dood aan het ruwe hout om te redden wie op hem vertrouwt. Thank you.
kerstcadeau. Je kunt het in geen enkele winkel kopen. Je hoeft de stad nog land voor af te lopen. Zet slechts je hart er wagenwijd voor open. A gift for you. Het wordt je zomaar gratis aangeboden. Het is geen magie of duistere methode. Maar het kan je wel bevrijden van je noden. A gift for you. God heeft de mensheid nimmer afgeschreven, maar liefdevol zijn eigen zoon gegeven. En door die zoon ontvangen wij het leven. A gift for you. Je kunt een wonder niet beredeneren. Wat doen we met die gift? Vol twijfel weren of met een hart vol vreugde accepteren? A gift for me. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Thank you.
zult een kind vinden. Je kunt wel rondom Jezus staan om over hem te discussiëren, maar wie hij is, dat zul je pas uit ondervinding leren. Je kunt bedenken wat je wilt, maar één ding moet je nooit vergeten, dat God hem heiland heeft genoemd en dat hij zo voor jou wil heten. Je kunt het wonder van zijn komst natuurlijk wel in twijfel trekken, maar als je echt in hem gelooft, dan ga je pas zijn kracht ontdekken. Want ook al denk je dat zo'n kind je niets bijzonders kan vertellen, het leert je in de diepste nood toch minstens het woord genade spellen. En blijkt het soms dat hoe dan ook je levensplan is vastgelopen, vertrouw je dan maar aan hem toe. Het kind houdt ook jouw toekomst open.